Frank Meeuwsen maakte dit stripboek. Het boek vertelt over zijn fascinatie voor het filosofische denken in het Verre Oosten. Frank woonde onder andere een tijdje in Japan. Het boek is zowel spiritueel als humoristisch. Ja, kan dat wel? Frank, dit is dus een van de verhalen uit jouw stripboek. Ja, dit is het hoofdstuk. Het zijn 55 hoofdstukken. Dit is het hoofdstuk. Eén klappende hand. Ma? Ma? Ja? Het regent. Oh, dan ga je toch tekenen? Nee. Mijn vaders boekenkast. Wat is het geluid van één klappende hand? De tuinen van Zen, een essay over het Zen-boeddhisme door Bert Schierbeek. Is dit serieus? Hebben volwassen mannen hier echt serieus over nagedacht? Het geluid van twee klappende handen kennen we. Maar één klappende hand? Wat is dat dan voor een vraag? Ja, dat is een koan. Een raadsel. Die komen uit het Zen-boeddhisme, waarin meesters leerlingen en maar ook leerlingen elkaar vragen stellen, raadsels opgeven, waar je daarna je hersens op kunt laten knarsen. En dat is al eeuwen. En ik las daarover, ik vond het echt waanzinnig. De spirituele zoektocht in een strip. Ja. Dat is eigenlijk wat ik wou maken. Ik zou zeggen, rij mee mijn boek in. We gaan op spirituele zoektocht. Voor mij is motorrijden eigenlijk ook een soort mediteren. Je moet heel erg geconcentreerd zijn. Je moet gewoon ontzettend goed opletten. En dat maakt dat je eigenlijk geen tijd hebt voor enige andere gedachten dan dat wat je aan het doen bent. Een soort 100% bewust zijn. Waarom deze plek? Ja, we zijn hier een beetje in Japan. Ja, toch op een gegeven moment zoek je die plekken op waar die sfeer is of waar je dingen vindt die je daar doet denken. De bedoeling is dat je met je tanden dat boontje wat er doorheen schijnt, dat je dat eruit bijt. Okay. Dus wat je in je hand houdt, dat eet je niet op. Maar dit is geen raadsel, hè? Dit is... Nee. Wat heb je met Japan? Ja, daar ben ik eigenlijk wel heel lang mee bezig geweest. Ik ben er in werkelijkheid helemaal niet zo lang geweest. Maar als ik erover nadenk hoe lang ik daar al over lees en mee bezig ben, karate gestudeerd, al die jaren met Zen bezig. In je hoofd woon je daar natuurlijk dan eigenlijk al heel lang. Ja. Wat is Zen voor jou? Het is iets wat mensen vaak gebruiken. Hè? Ik voelde me niet Zen of hij of zij is heel Zen of dat moment was Zen. In de kern wat wij bedoelen, of wat men, als we dat in het gewone spraakgebruik gebruiken, is denk ik vaak van ik was in het moment. Ik was één met wat ik aan het doen was. Vind je het lekker of niet? Mm. Ik zeg, open de flauwkul. Nee, ik vind het wel lekker. Een van de belangrijkste dingen die ik eigenlijk heb geleerd van het bezig zijn met Japan en de Japanse cultuur is de weg van het boeddhisme en zen-boeddhisme. Dat het eigenlijk om gaat van niet wat je doet, maar hoe je het doet. En het aardige is natuurlijk dat dat ook geldt voor motorrijden. En dat is fantastisch van Robert Persick, het boek Zen en de kunst van het motoronderhoud. Dat hij zegt, waarom zou de geest van de Boeddha niet in de tosti-ijzer zitten? Dus zorg dat je het goed doet. Zorg dat je op een goede manier met de dingen bezig bent. Als er spiritualiteit is, is het in alles. Dus zeker ook in motorrijden. Kom in. Dit is dus het Zen meditatiecentrum. Ja, hier heb ik ook een stripverhaal over gemaakt. Een hoofdstuk. Ja, over het mediteren. Ja. Oké. Zitten. Dan volgt nu een hele korte cursus mediteren. Doe je mee? Daar zit je dan. Dat ziet er al heel spiritueel uit. Oh ja, je handen leg je in je schoot en dan maak je een kommetje met de ene hand in de andere.
waarbij de duimen elkaar net wel of net niet raken. Zo. Daar kun je wel de hele dag mee bezig zijn, denk ik. Want wat is wel, wat is niet, hoeveel? En dan ga je zo recht mogelijk zitten en hou je kin een beetje in. Zo, nu ben je er klaar voor. Oh, nog één ding, bepaal de tijd die je wilt gaan zitten. Bij voorkeur 20 minuten tot een half uur. Maar voor een eerste keer is 5 of 10 minuten ook prima, hoor. Daar gaan we. Innerlijke rust. Ik ben nog nooit zo onrustig geweest. Zie je wel, ik kan niet mediteren. Zucht. Gewoon rustig zitten, dat is alles. Noem dat maar alles. Niet op de klok kijken. Oh shit, dat is weer een gedachte. Nu ben ik het weer kwijt. Shit, weer opnieuw proberen. Oh nee, je moet juist niet proberen. Tot zover onze cursus mediteren zonder meester. Je ziet het. Het is een eitje. Succes. Toch bestaat het beeld over meditatie dat het toch wel iets heel serieus is. Ja, maar dat beeld klopt eigenlijk helemaal niet. Nee, het is wel heel, ja, denk ik, heel eenvoudig en heel basaal. En heel... Maar dat is ook het plaatje van iemand die zo zit en helemaal... Dat ziet er heel verstild uit. En dan denken mensen al snel, maar zo verstild voel ik mij helemaal niet. Maar je weet helemaal niet wat er in dat meestal kale bolletje gebeurt van die zen-monnik. Wie weet... knettert het daar ook verschrikkelijk. Die kans is heel groot eigenlijk. En waarom gebruik je dan humor? Ik probeer het zo eenvoudig mogelijk te houden, zo eenvoudig mogelijk te vertellen. En ja, strip is al een heel laagdrempelig medium. En ik hoop dat mediteren ook voor mensen dan toegankelijker wordt. En dat ze er minder afstandelijk of hoofddragend over denken. Maar gewoon denken, oh, ja, laat ik het proberen, waarom niet? Ik denk dat mijn spirituele zoektocht me wel rust heeft gegeven. Een rust dat het in het hier en nu is en in het met aandacht dingen doen. En dat het niet iets is wat buiten jezelf ligt of wat iemand anders je gaat vertellen. Of wat je, nee, dat je naar een speciaal gebouw moet om dat te beleven. Het is gewoon hoe jij hier en nu de dingen doet en met de mensen en met de dingen omgaat. Dat is volgens mij wat het mij heeft gebracht. Het geluid van één klappende hand, Frank. Wat is dat nou? Dat is de vraag, Narsing. Dat is de vraag.